Wacht, even opnieuw hoor. Het meest gehypte buzzword. Even nadenken. Dat vind ik toch wel content creator. Ik hoor dat continu en het is gewoon een andere term voor influencer. Welke beroemde reclame ik fantastisch vind, dan moet ik toch wel denken aan die reclame van de Wuppies van vroeger van de Albert Heijn. En dat is niet alleen omdat die reclame al vernieuwend was en een heel nieuw product bij de boodschappen bracht. Maar het is ook, daarna ging je boodschappen doen en die Wuppies, je zag ze overal. Dus ik zou dan, die reclame komt gelijk in mij naar boven. De meest onderschatte social techniek op dit moment is toch wel echt video. Als ik bij klanten video benoem, dan denken zij aan gelijk enorme producties. Nou, dat hoeft niet. We kunnen mooie video's maken, brandvideo's, en die zetten we graag in remarketing. Maar in de awareness fase zetten we graag user-generated content in. En dit zijn vrij laagdrempelige video's. Personen zoals jij en ik laten gewoon zien hoe een product werkt. Dit zijn content creators, daar hebben wij contact mee. Ja, dit kan eigenlijk voor elk product worden ingezet. Om een merk hard te laten groeien op social, zou ik sowieso user-generated content inzetten. En waar ik dat zou inzetten is op verschillende kanalen. En voornamelijk op de kanalen TikTok en Pinterest. Relatief goedkope kanalen op dit moment. En deze kan je vrij eenvoudig toevoegen aan je huidige marketingmix. Mijn naam is Angela, ik ben social advertising specialist bij Wello. En ik help klanten met het opzetten en optimaliseren van succesvolle social campagnes.